Ik spreek met een bedrijf dat bekend is vanwege de snelle service, de goede kwaliteit en al die gele autootjes in de stad. Lekker op stap met je vrienden en dan? De gezelligheid is al winst. Wauw, wat een gevoel. Hongerson Casino. Jouw casino. Speel bewust 18 plus. Ik ben Agathe en kan je bij alles helpen. Heb je hulp nodig bij het verhuizen, je administratie of bijvoorbeeld schoonmaak? Dan help ik je graag. Ook kan ik je helpen met het inrichten van je huis. Bijvoorbeeld behangen, schilderen, vloeren leggen en raamdecoratie. Kijk voor hulp op agathweetraad.nl. De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl. Schilderij ophangen? Kijk voor hulp op agathweetraad.nl. Ervaar het gemak van zelfprikken bij trombose. Kijk op prikkenmeetweten.nl. In Wubbo's Last Words, Save the Earth, staan de dromen en idealen van Wubbo Ockels centraal. Beleef deze onvergetelijke theaterbelevenis vol muziek, informatie en niet te vergeten humor van 5 tot en met 7 juli in het Zuiderstroomtheater. Welkom bij Bogert Kliniek voor uw klikgebit. Vast en zeker. Gratis intake. Wubbo Last Words, Save the Earth, 5 tot en met 7 juli in het Zuiderstroomtheater. Dit is 89.3 Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Morgen begint een landelijke staking in het streekvervoer, nu de laatste gesprekken tussen bonden en werkgevers op niet zijn uitgelopen. Ongeveer 80% van de chauffeurs is aangesloten bij de vakbonden FNV en CNV. Dus is de verwachting dat er weinig of geen bussen rijden. Ook regionale treinen kunnen uitvallen. In steden met een eigen vervoerbedrijf rijden de stadsbussen en trams meestal wel, behalve in Utrecht. De FNV'ers staken voor onbepaalde tijd en de CNV-leden minstens tot vrijdag. Twee Nederlandse jihadisten die in Turkije zijn veroordeeld, hebben een paspoort gekregen om naar Nederland te komen. De twee waren eerder vanuit Nederland naar de strijdgebieden in Syrië of Irak gegaan om te vechten. De ministers Blok en Grapperhaus schrijven aan de Tweede Kamer dat naar hen in Nederland een strafrechtelijk onderzoek loopt. Daarom zullen ze bij aankomst worden aangehouden en vastgezet. Er zijn nog zo'n 145 Nederlandse jihadisten in het IS-gebied in Syrië en Irak. De rechtbank in Maastricht heeft een politieman veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf omdat hij had geschoten op drugsrunners. In 2015 nam hij de auto onder vuur waarin twee drugsrunners probeerden te vluchten. In plaats van op de banden schoot de agent hoger. Twee kogels vlogen door het raam van de auto. Volgens de rechtbank hadden er doden kunnen vallen en is er daarom juridisch sprake van poging tot doodslag. De rechtbank zegt dat de politieman terecht naar zijn dienstwapen greep, maar dat hij een uitvoeringsfout maakte. Herman Sietma wordt tijdelijk opvolger van Hans Alders als nationaal coördinator Groningen. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt. Sietma is jurist en bestuurskundige en hij was korte tijd lid van de Eerste Kamer voor de ChristenUnie. Het weer vanavond geleidelijk wat meer bewolking. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst wolkenvelden, later steeds meer zon en het wordt 24 tot 27 graden.